Nou, we staan hier in Cornis, vlakbij het Amelandseplein. En jij bent? Ik ben Kiki. En Kiki, jij bent van Archiklas, maar wat ben je vandaag aan het doen? Ik ben vandaag de Amelandse straat aan het vergroenen. En waarom doen jullie dat? Dat doen we met buurtklimaatje, omdat er meer groen in de straat moet. Wat is dat, buurtklimaatje? Nou, buurtklimaatje, dat gaat natuurlijk over jouw eigen buurtklimaat. En het gaat vooral over hoe je vindt dat je je buurtklimaat zou kunnen verbeteren. En wat je ziet is dat heel veel mensen, als je die vraag stelt, zeggen van ik wil graag meer groen in mijn straat. En dan zie je waar dat toe kon leiden. Hè? Dat heb je vandaag hier in de Markstraat kunnen zien. Ja, want wat is er allemaal aan de hand? Ik zie ze overal planten in plantenbakken zetten. Ja, we hadden bedacht dat deze straat, die ook best wel heel stenig is en waar de auto's ook eigenlijk wel een beetje erg hard rijden, wel wat groen kan gebruiken. Dus we zijn met elkaar een plan gaan maken. En dat heeft geleid tot 20 boombakken. En alles bij elkaar zit meer dan 200 vierkante meter groen erbij. En dat zijn we vandaag met z'n allen aan het beplanten. Samen met de buurt het klimaat verbeteren. Krijg je zoiets voor elkaar? Want dat doe je niet zo 1, 2, 3 lijkt me. Ik denk dat wat heel goed geholpen heeft, is dat we dit al langer in de wijk doen, vergroenen. Dus mensen weten ook wel een beetje wie we zijn. En we werken samen met het Rotterdams Weerwoordprogramma. Dus we konden met hen en met mensen van Stadsbeheer een plan maken. En ook nog stadsontwikkeling. Dus eigenlijk hebben we gewoon de hele rattenplan bij elkaar gehaald. Dus het is samen vergroenen. En groen zorgt natuurlijk heel vaak voor verbinding. Je zorgt voor koffie, thee en een soepje en vervolgens gaan we met z'n allen los. Hoe komen jullie dan aan al die planten en waar gaan ze allemaal geplant worden? Het is gesubsidieerd door de gemeente, denk ik. En ze gaan de hele straat in. Ze komen in bakken, in plantenbakken, om bomen. En, heb je al reacties gekregen van de bewoners? Een aantal hebben gevraagd of we het wel ook gaan onderhouden. Ja, dat is een goede vraag. Nee, plantjes die hebben onderhoud nodig, dus dat gaan we ook wel organiseren. We hebben wel goed gekeken dat het planten zijn die niet continu onderhoud vragen, maar zeker 1-2 keer per jaar moeten we dat doen. Maar dan gaan we er weer een feestje van maken. En de meesten zijn heel blij en vragen of ze mogen helpen. Dus dat is leuk, ja. Hoeveel zijn er inmiddels in de wijk? Bedoel je die houten bakken? Ja. Oh ja, er zijn er echt heel veel. Want bijvoorbeeld de Klaverstraat heeft overal boombakken. Nou, ik denk een stuk of 40, 50 inmiddels. Je ziet wat het doet hè, in een straat. Dus ik zou zeggen, laten we dit op veel meer plekken doen. Ja, wat vindt u ervan dat ze de buurt groen maken? Ja, alles is goed maken en mooi. Ja? Look. Wat we hier vooral laten zien is dat er zoveel bewoners met veel groen talent zijn. En het is in het groen, maar het geldt ook voor heel veel andere dingen. Want we hebben hier ook de circulaire werkplaats. Dus dat wordt ook voor een belangrijk deel door bewoners getrokken. Dus wat ik er ook maar mee wil zeggen is dat er op Zuid heel veel mensen met talent wonen. En dat we er heel moe van worden dat er altijd maar over problemen wordt gesproken en over kwetsbaarheden. Terwijl we laten echt ook een andere kant van Zuid zien. Doei!